Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En dit keer hebben jullie bepaald dat we gaan streken. Oh, mijn gek. Oh, oké, jongens, plan de campagne. Ja. Streken op een gekke locatie. Wat hebben we daarvoor nodig? Een streker. Ja, en we hebben iemand nodig die natuurlijk dit in goede banen gaat leiden. Ja, want we krijgen waarschijnlijk maximaal gezeik. Dus ik stel voor, ik ben de scheidsrechter. Dus jij gaat niet streken? Nee. Oké, ik ga wel streken, maar ik ga niet alleen streken, dus jij moet ook. Ja, ik doe ook mee. Laten we naar een gekke locatie toe gaan. Dan gaan we lekker streken. Nou, mooi plan. Even allemaal handtekening zetten. Zo. Ik ben vandaag de scheidsrechter en de scheidsrechter betekent dat ik natuurlijk alles in goede banen moet leiden. Daar hoort een pakje bij. Dit is natuurlijk niet goed, dus dan gaan we even wat te doen. Zo! Goed, ik moet dus zo gaan strieken op een locatie die Giel gaat bepalen. Dus ik weet sowieso dat die locatie vervelend gaat worden. Het zal niet in mijn eigen slaapkamer zijn. Het zal waarschijnlijk op een plek zijn waar veel mensen zijn. Sowieso dat half naakt, ergens openbaar, dat is wel een dingetje hoor. Dag, hoi. Hey. Scheidsrechter Giel. Stefan. Ben je er klaar voor? Ik ga jou zo meteen naar een locatie brengen. Je weet niet waar ik je neerzet. Ja. Maar zodra de blinddoek weer afgaat, mag je gaan streken. Oké. Okay. Ja? Ja. Kijk voor mijn koptelefoon. Vanaf nu hoor je niks meer. Hartstikke leuk nummer. K3. Ready? Mm-hmm. Oh man, dit is zo klote. Hoeveel vingers steek ik op? Hoeveel vingers steek ik op? Huh? Ja, gast. Hoop hoor. Steven gaat letterlijk even de bloemetjes buiten zetten. Ja. Hij vindt het zo kut, hè? Hij vindt kijk dit zo mensen, kut. Kijk deze mensen rechts. Kijk. Hallo, dag. We zijn dit. Ja. Gaat het nu gebeuren, Steve? Steve! We gaan de show. Hoe voel je je? We zijn er. Ik heb geen zin, man. Ik ben echt. Je moet een beetje zin maken. Het is wel een plek die je normaal gesproken heel leuk vindt. Ik hoor je niet. Het is normaal een plek die je heel leuk vindt. Zit het niet op het strand of zo? Strand. Time for some action. Ik zie niks, hè, gasten. Steve? Steve, we gaan nu snel beginnen. Ja. Je loopt nu meteen mee, het wordt een hit and run, ja? Ja, oké, okay, maar jij moet mij even begeleiden. Ja. Kom maar. Nee, laten we gewoon een beetje rustig naar binnen gaan, toch? Nou, dat heeft geen zin. Nee? Hey, we zien het wel, joh. Rustig aan, oké. Okay. Oh, dit is... Hij zweet helemaal. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, ouwe. Oh, nee, Giel, niet te snel. Kijk uit dat ik nergens tegenaan loop. Nee. Oh, ik vind het echt doodeng, ouwe. Jezus, waar ben ik? Ben ik buiten? Ik ben sowieso buiten, ik voel de wind. Oh, je gaat wel snel, ouwe. Jezus, waar gaan we helemaal heen, hè? Ik ben nog steeds buiten. Oh, ik sta toch niet op het strand of zo? Verder dat ik op het strand sta. Ik sta sowieso op het strand. Steve, even, ja. Ik heb nu de koptelefoon afgehaald. Je ziet nog niks. Ik sta buiten, ik voel dat ik buiten sta. 3, 2, 1. Jezus. Kom op, strikken! Yeah. Gaat het wel. De wedstrijd gaat goed, er zijn niet veel vervelende mensen momenteel. Oh jongens. Gaan we dood. Fucking verschrikkelijk. Hoe lang moet ik nog doorgaan schrijven? Nou ja, de wedstrijd is nog begonnen. De wedstrijd is nog goed bezig. Jullie doen het goed. Het ongemakkelijk dit, jongen. Echt niet te doen, gewoon. Niet te zuinig. Einde wedstrijd. Einde wedstrijd. Yes. Oh, wat erg. Oh. Oh, dit was zo kut. Ik wil hier weg. Ik wil hier weg. Doe die deur open. Doe die deur open. Ik wil niet meer, doe die deur open. Oh, dit was zo fucking ongemakkelijk. Hij heeft het netjes gedaan. Helaas waren er weinig supporters. Maar ja, Thomas, het is nu jouw beurt. Weet je wat eigenlijk mijn streak is? Ik vind het eigenlijk stiekem heel erg leuk. Je doorbreekt een beetje een taboe, want oeh, hij loopt in zijn onderbroek, dat kan eigenlijk niet. Terwijl eigenlijk iedereen weet hoe het eruit ziet. Alleen mensen verwachten het niet. Nou, I like that.
Bent u er klaar voor? Ja hoor. Mooi. Koptelefoon op. Leuk, leuk muziekje. Zo fijn. Lekker man. Lekker baan. Kun je me verstaan? Hallo. Hoe vind je steekkop? Hé, wat? Oh jongen, gek. Oké, okay, komt ook. Oké, okay, ik ben dus geweest. Thank God. Mijn taak zit erop. Nu is het Thomas' beurt. Die zit nu geblinddoekt met de koptelefoon voor me. Hij heeft geen idee waar we heen gaan. Maar ik kan je verzekeren, deze volgende locatie is wel een soort van next level. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat af gaat lopen. Is het lang rijden? Ja. Ja. Zijn er veel vrouwen zo? Ja. Ja. Top. Zijn er ook veel mannen? Hou nou eens op. Dicht doen. Zijn we er al bijna? Blijf nog even zitten, wij gaan even alles ready maken. We blijven even zitten. Thomas. Ja, je hoort me natuurlijk niet. Thomas. Ben je er klaar voor? Hè? Ik ga je nu uit de auto halen. Oké. Okay. Actie. Hoi. Je hebt het een en al ellende. We hebben een supermarkt uitgekozen. Oh. Kom. Ja, ik loop er nergens tegenaan. Nee. Ga maar. Waar nou gaan we heen? Zijn we er al? Het is koud hier. Ja. Wat leuk hier. Waar zijn we? Geel. Weet ik niet. Niet vries. Waarom lopen we zo ver? Blijf staan. Koptelefoon die haal ik er even af. Oké. Okay. Oké, okay. Je krijgt zo meteen een moment. Zodra je blinde kast zet, mag je vertrekken. Oké. Okay. 3, 2, 1. Holy shit! Holy shit! Dit is zo fucking hard. Zo gemakkelijk. Hallo! 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 Oh, pas op mevrouw, pas op, pas op! En door! Lekker kadetjes. Zo, mevrouw, heeft u zin in een lekker worstje? Nee, dankjewel. Net gegeten. Het is een rustige wedstrijd. Het is wederom geen moeilijke klanten, geen moeilijke mensen op het veld. Het is een makkelijke wedstrijd. Ja. Hij is bezig met de wedstrijd. Oh, sorry. Ja. Oh, daar gaat hij komen. De wedstrijd is voorbij. Is de wedstrijd voorbij? Ja. Tik hem aan, topper. Wel redelijk ongemakkelijk, maar mensen konden wel lachen, weet je. Dus ik vind dit een nieuwe sport, de streakwedstrijd. Hoe lang weet jij op rare plekken te streaken? Ik vind het awesome. Vonden jullie dit thuis nou een hele toffe video? Vergeet dan even niet een duimpje omhoog te doen, dat is ontzettend belangrijk. En als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, doe dat dan gauw. Je kan ook klikken op het belletje, daarmee abonneer je gelijk. En je krijgt ook een melding wanneer wij een nieuwe video hebben geüpload. Vergeet ons ook even niet te volgen op Facebook en op Instagram, want daar plaatsen we ook zeker dagelijks hele leuke dingen. En we zien jullie heel gauw weer. Doei!